tweede dag was het gelijk opstaan, 7 uur buiten en trainen. We kregen een workout. Ja. Ja, 7 uur 's ochtends meteen, hup, uit bed. Ik hou niet van vroeg opstaan, maar dit vond ik gewoon... Ik heb liever dit dan dat ik 8:30 naar school ga. 3, 2, 1, yes, kom maar. Schuif door naar de volgende oefening. We gaan afsluiten. Ik vind dat jullie top gewerkt hebben. Dat voor de eerste keer. We zijn eigenlijk nog heel rustig begonnen. En we gaan dat straks gaan we dat langzaam opbouwen. Ik ben hier vaker. Wanneer als dat ik hier ben, dat zien jullie vanzelf wel. Dus we gaan vaker aan de slag. Het zou natuurlijk top zijn als jullie ook vanuit jezelf, hè, op het moment dat je tijd vrij hebt, dat je vanuit jezelf gaat sporten. Al het materiaal is hier aanwezig, dat blijft hier gewoon liggen. Dus je kunt in alle tijden kun je gewoon zelf trainen. Ik vind dat jullie goed gewerkt hebben. Dankjewel. Top. Yes? Echt een goede coach. Dankjewel. Ik wil nog even vragen, wat ik wel belangrijk heb, Manille, dat je gelifte billen hebt. Maar wat betreft heupomvang, als je squat gaat doen, dan creëer je zoveel spieren eromheen dat je heupomvang breder wordt. Nee, heupomvang heeft te maken ten eerste al met je botten, met je gewrichten, hoe breed dat is. Hè? Dat is gewoon, dat staat vast. Op het moment dat je heel erg gaat aankomen qua spiermassa, daar heb je het over. Ja. Hè, dan gaan je billen wat groter worden, je benen gaan groter worden. Later kunnen we op ingaan. Maar luister, dit 2 keer in de week doen, dan gaan je billen echt niet dit van krijgen. Nee.